Feyenoord heeft geen optie tot koop bedongen op de verdedigers en dus keert hij in de zomer terug naar Florence. Wie weet wat er nog gebeurt, we spelen nog 9 wedstrijden met Feyenoord, ik moet het laten zien, vertelt Dix in gesprek met het Algemeen Dagblad, bij deze club heb ik het aanvankelijk best moeilijk gehad. De start was zeker niet foutloos, die fouten gingen in mijn hoofd zitten, ik ben zelf kritisch hoor, het moest echt beter, maar ik heb mezelf teruggeknokt. Ik weet nu dat het bij Feyenoord altijd goed moet zijn, niet één wedstrijd wel en dan weer eentje niet. Dix hoopt met Feyenoord de 4e plek op de ranglijst in de Eredivisie te veroveren en de KNVB-beker te winnen ten koste van AZ. AZ staat 14 punten voor, maar ik denk niet dat ze beter zijn dan Feyenoord. Het is nu zaak om op te staan en iets aan de slechte resultaten te doen. De trage rond Davide Astori zit in mijn hoofd, maar het zal me tegen AZ niet in de weg staan, ik zal het een plek geven.